van harte gefeliciteerd, Sanne. Weer een medaille erbinnen. Ja, en Team Goud is het allermooiste. Ja, voor het eerst begreep ik, hè? Europees, ja. We hebben natuurlijk vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis Team Goud op de Wereldruiterspelen in Truijen gewonnen. En dat was al waanzinnig met, als ik me goed herinner, 0,6% hadden we toen voorsprong op de Britten. En die hebben we nu uitgebouwd naar 6%. Dus dat is, een goede vooruitgang, denk ik. Waar hebben jullie de winst gepakt? Ik denk dat de kracht van dit team echt zit in de breedte. We hebben niet één ruiter die verschrikkelijk hoog scoort, maar we hebben er vier die heel erg hoog scoren. Ik denk dat onze dropscore, ons trepresultaat, dat een score is waar heel veel teams jaloers op zijn. Überhaupt dat we die eentje hebben en al helemaal dat we die laten vallen. Dus dat, dat zegt wel iets over het niveau in de breedte. Ja. En Sanne Voets en champagne is nog niet echt een goede combinatie, zag ik net, hè? Nou, ik vond het prima gaan, hoor. Nee, ja, goed, als je champagne hebt, hoe duur die ook is, daar moet even mee gespeeld worden, toch? Volgens mij was het wel een dure fles. Ja, maar we hebben er ook heel erg van genoten, zag je het? Ja, ik zag het. En dat was mijn glaasje. Ik heb hem niet gedronken, ik heb alleen maar mee gevierd. Ja. Vertel, hoe blij ben jij? Want natuurlijk heel veel mensen die denken van, ja, Nederland gaat het wel even doen. Ja, zo is het absoluut niet. Ik weet dat we favoriet waren voor de titel. En dat is voor het eerst. Dat is ook een rol waar we nog een beetje aan moeten wennen. Het is ook voor het eerst nu eigenlijk dat de druk dus bij ons lag. En dan, ja, dat is even een nieuwe insteek. En dan moet, ja, dat is even weer wennen. Maar ik denk dat het ons alle vier heel goed is afgegaan. En ik denk dat we alle vier gewoon heel goed, heel strak gereden hebben zonder fouten. En ja, dat is ook wel wat waard. Als die druk dan zo groot is, is dan ook een soort opluchting dat je wint of is het een totaal ander gevoel? Ik moet zeggen, als ik dan de baan uitkom, dan ben ik eigenlijk vooral gewoon heel blij met hoe het gegaan is. En dat was in ieder geval vandaag zo, omdat ik het gewoon heel fijn vond lopen. Ik heb ook echt in een flow gezeten met het rijden. En dan, ja, weet je, je werkt hier zo hard voor, dag in dag uit, van 's morgens vroeg tot 's avonds. Nou, niet zo heel laat, want je ligt dus wel weer vroeg op bed. Maar ja, het is gewoon, je bent er zo intensief mee bezig. En natuurlijk is dit een heel belangrijk meetmoment richting Tokio. En ja, dan heb je wel een stukje ontlading op het moment dat het er dan uitkomt, waar je op hoopt. En even later hoor je je score en dan weet je dat het voor de Britten verschrikkelijk moeilijk gaat worden om daar overheen te gaan. En dat bleek inderdaad te moeilijk. En dan is het gewoon heel erg leuk. We hebben samen naar de ontknoping gekeken eigenlijk. We hebben de laatste ruiter die voor Groot-Brittannië reed, hebben we met z'n allen gekeken. En dan is het wachten op haar score en op de bevestiging van Nederland heeft goud. En ja, dan gaan we even los natuurlijk. Ja. En vanavond een feestje vieren? Nee, we hebben zo meteen nog de prijsuitreiking, de medailleceremonie. Meteen daarna de tweede vetcheck voor de paarden voor de kuur morgen. Het gaat gewoon door. Absoluut. En morgen vroeg om 8 uur gaat het programma hier weer verder met de kuur voor uit mijn hoofd grade 3. Dus we gaan er vanavond, we gaan het zeker heel even vieren, maar we houden het kort. En dat gaan we op een later moment zeker inhalen.